Ik ben hier in Katbroek en ik heb zo'n afspraak met Marjolein Roelofsen. Zij doet mee aan een wedstrijd voor het blad FHM tot mooiste buurmeisje en staat in de top 3. Ik ga even bij haar kijken. Hey! Je bent toch al? Ja. Ik ben ook bezig met de fotoshoot, maar kom lekker binnen. Dankjewel. Achter deze deur is ze bezig met de fotoshoot. We gaan even kijken. Dankjewel. Oké, mooi. Hé Marjolein, hey. Zag je nou voor de buurmeisjes? Ja, voor de buurmeisjes, ja. Oh, leuk. Zullen we even ergens gaan zitten? Is goed, beneden? Ja, is goed. Top, ja. Doen we dat. Kom. Bij die foto's die je net gemaakt hebt, hè? Ja. Die waren dus voor FHM, voor de buurmeisjes? Voor de buurmeisjesverkiezing, ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Van wat voor verkiezing is het eigenlijk? Nou, het buurmeisjesverkiezing houdt eigenlijk in inderdaad, het zijn een aantal mooie meiden die zich aanmelden. Mm-hmm. En daaruit wordt uiteindelijk een winnares bekendgemaakt waarbij deuren open gaan voor nou ja, fotografen die op een gegeven moment haar kunnen benaderen. Of fotoshoots die op je pad komen. Je kunt reizen naar Miami in één zin. Ken je het blad FM 500? Ja. Ja? Gehoord, hè? Nee, FIM 500 is een mannenblad en 500 staat eigenlijk voor de 500 mooiste vrouwen van Nederland. En win je dus uiteindelijk, ben je uiteindelijk nummer 1 van de buurmeisjes, dan maak je dus, nou ja, dan kom je dus wel even in dat blad te staan. Dus dat is wel een eer natuurlijk. Oké, okay. Maar je staat al in het blad? Ja. En je hebt nog niet gewonnen? Nee, klopt. Hoe zit dat? Ik heb een keer een fotoshoot gedaan bij bekende fotografen als Hans Toon en als Windjes. Ja. En nou ja, zij zagen wel wat in me en die vonden me enthousiast. En deze foto's hebben ze opgestuurd naar de FAM. En nou doe ik mee aan deze wedstrijd eigenlijk om hoger te komen. En in de hoop dat er meer deuren voor me open gaan. Okay. Is het echt je droom om dit te gaan doen? Of heb je ook nog naast modellenwerk een droom om andere dingen te doen? Mijn droom is inderdaad om hiermee verder te gaan. En ja, als ik naar mijn hart luister, ja, acteren en dansen en zingen natuurlijk. Dus nee, inderdaad, als het kan, dan zou ik inderdaad hiermee verder willen. Maar buiten modellenwerk, want neem ik aan, kost best veel tijd voor je? Ja, je bent vaak wel een dag bezig, ja. In ieder geval een middag. Mm-hmm. Dat wel, ja. Maar ja, dan heb je ook wat op. Maar doe je daarnaast nog wat? Wat zijn daarnaast je hobby's? Ik ben eigenlijk heel erg druk met school de laatste tijd, dus heel veel leuks heb ik echt tijd voor. Dus nee. Wat moet je nu allemaal met school doen dan? Zit je in je examenjaar? Ik zit in mijn examenjaar, ja, oh. HAVO. Dus het wordt nou spannend. Ja, wat ga je na je examen doen dan? Wat ik erna ga doen? Ik wil eigenlijk huidtherapie gaan doen. Opleiding huidtherapie. Ja, dus de medische kant op. Oké. Okay. Ja. Dat is heel wat anders dan modellenwerk. Dat zeker. En ik hoop ook zeker dat ik dat kan blijven doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Verder, ja, veel met vrienden weg. En tekenen vind ik leuk. Dan kom ik daar niet meer aan toe. En dansen dan. Dus ik heb ook zoveel dingen die ik leuk vind, maar dan kom je gewoon bijna niet meer aan toe. Je bent eigenlijk nou met school bezig. En af en toe is je vrienden het zien en zo. Dat vind ik nou het belangrijkste op het moment. Maar ik hoop dat ik zo meteen een examen heb. Dat ik daarna wat meer tijd heb. Tenminste, tijd als in dingen voor, weet je wel, plaatsmaken en kunnen plannen. En plaatsmaken voor de leukere dingen. Dus dat eigenlijk. Hoe kan je jezelf nou omschrijven? Als jij jezelf zou beschrijven in een paar woorden, wat zou dat zijn? Dat vind ik een lastige. Ik denk wel spontaan, nee. Gezellig denk ik en gek. Heel gek en giechelig, denk ik. Ik denk dat die woorden wel heel erg bij mij passen. Ja, wat ik begrijp, wat ik zo van je meemaak, dat kan ik goed omschrijven. Dat denk ik ook wel.